na bijna 6 jaar en meer dan 140 zittingsdagen eindigt vandaag de behandeling van de zaak Marengo bij de rechtbank. Als verdachte hebt u lang moeten wachten op uw vonnis. Maar dat geldt zeker ook voor de nabestaanden. Wij komen tot veroordelingen voor alle verdachten. We leggen de volgende gevangenisstraf op. Ridouan Taghi krijgt levenslang. Saïd krijgt levenslang. Mario krijgt levenslang. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.